En ik hou van parken. Dat kan ook omdat ik in de stad woonde, weet ik niet. Maar en dit park was helemaal leuk. Want het was mooi weer en dan wordt het park extra vrolijk. En in een hoekje van het park werd een soort feestje voorbereid. Er kwam muziek uit speakertjes, er hingen ballonnen, er hingen lampionnen. En er was een heel parcours was er opgezet. Het was duidelijk een voorbereiding voor een kinderfeestje, een kinderpartijtje. Het zag er gewoon heel leuk uit. En Joris en ik gingen met die rolstoel een beetje zo staan kijken. Tot we doorkregen, het was geen kinderpartijtje, maar het was iets met honden. Zeg maar, er was een hondjarig en die kreeg een surprise, weet je wel, zoiets. Hè? Dus dan komt zo'n hond het veldje op en die roept, hé, jullie hier, nou. En dat feestje was georganiseerd door mensen die van honden houden. Nou, dat weet je wel. En, ja, maar mensen die echt van honden houden. Dus er stond ook een kraampje met allemaal serieuze hondenfoldertjes. Hè? En echt serieuze hondenfoldertjes. Op een van die foldertjes stond, wat doen wij met het tandsteen van de hond? Dat vond ik nou echt een goede vraag. Toen ik dat zeg, dat ik, godverdomme Joep, wat ben je toch een oppervlakkige lul dat je daar nou nog nooit over nagedacht hebt. Wat doen we met het tandsteen van de hond? Maar er lagen meer goede folders hoor. Een van die folders was puppymassage. Dat is dan weer meer voor katholieke hondjes. Het was wel goed. Maar het feestje kwam niet echt op gang. Gewoon heel simpel. Er kwam geen hond. Nee, en dat herkent u misschien wel, dat als een feestje niet zo goed op gang komt, dan is er altijd wel één iemand die de dansvloer opgaat om vast een beetje de stemming erin te brengen. Dat als een feestje niet op gang komt, komt altijd wel de lul van de boekhouding en die roept, kom op jongens, kom op, het is feest, gezellig. En dat was, in dit geval was dat een meneer uit het kraampje en die ging met zijn hond, ging hier het parcours vastlopen. En zei tegen die hond, ja kom maar, 1, 2, ja kom maar, 1, 2, ja kom maar. En dat was een meneer, mijn leeftijd, mijn postuur. U zult zeggen, doet dat ertoe? Straks wel. En die ging met die hond. Die hond moest over hindernissen heen en onder hindernissen door. En door een cirkeltje springen. En er was een soort lange tunnel. Een katoenen tunnel. En dan moest die hond doorheen. En ze zei, ja, ga maar door de tunnel. Ga maar door de tunnel. Ja, ga maar. Ga maar door de tunnel. En ik heb nog nooit een hond zo verbaasd zien kijken. Die hond keek echt zo van, why? Het was een Schotse collie. En die... Ja, maar die hond die ging niet door die tunnel. En daar had die man iets op gevonden. En die haalde toen uit zijn jaszak een handje brokken. En die liep naar de andere kant van de tunnel. En toen ging hij zijn hond roepen. Toen riep hij, Corrie, brokken. Ja, dit is dus de slechtste grap van de hele man. Dit is nou echt een grap waar ik me voor moet schamen, zelfs. Er zitten hier nu studenten in de zaal die denken, wat hebben die bejaarden opeens al lopen? Moet je dan kijken, die ouwe zit bijna in de broek te zeiken. Corrie Brokken, waar gaat dit over? Nou, misschien had ik de hond Maurice moeten noemen. Maurice Brokken? Nee, gek. Nou goed. Laat maar. Maar goed, in elk geval... Hij riep die hond en die hond die kwam wel, maar die hond ging niet door de tunnel. Die hond ging langs de tunnel. Ja, en dan telt het niet, dan telt het niet. Nou goed, dan ging hij weer terug naar het begin van die tunnel en dan begon hij weer tegen die hond aan te kakelen. Maar toen greep er een mevrouw in uit het kraampje. En dat was niet zomaar een mevrouw, maar dat was duidelijk een mevrouw die was hoog in het bestuur van de hondenvereniging. Dat was een vrouw die hier binnen de hondenvereniging toedeed. Met zo'n bodywarmer aan. Nee, echt. Ja. En niet alleen een bodywarmer aan, maar ook een badge op. Een badge op. Ja, en godvergloeiende, dan ben je iemand, hè. Als je binnen de hondenvereniging een badge op je bodywarmer hebt... dan denken die honden, kut, ze heeft een badge op. Weet je dat? Dan is er echt angst. Dan is er angst. Ja, het was ook zo'n vrouw, moet je dat dan goed omschrijven? Zo'n vrouw van kleren interesseren mij niet. Zo'n vrouw. Ik heb vandaag een uurtje door Groningen gelopen. Heb je er hier heel veel van. Ja, ik verzin niet alles, hoor. Maar goed, die vrouw die stuurde die man naar de andere kant van de tunnel. En die man die had heel duidelijk een gehoorzaamheidscursus gedaan. Die ging daar keurig heen. En toen begon die vrouw tegen die hond van... Ja, en jij gaat door de tunnel met je natte neus. Ja, jij kan wel brutaal kijken. Maar jij gaat door de tunnel met je natte neus. Ja, dat ga jij wel doen. Ja, dat ga jij wel doen. Jij gaat door die tunnel. Ja. Ik vond het ook lang duren, hoor. Ja.
En Joris en ik stonden zo te kijken. Toen zei Joris tegen mij: Joep, ik denk dat die hond verstandelijk gehandicapt is. Dat ze daarom een beetje raar tegen hem praat. En wij stonden daar zo te wachten. En toen kwam op een gegeven moment een meneer uit zijn kraampje. En die meneer zei: heren. En wij zeiden: meneer. Hij zei: wat ontzettend leuk dat u beiden zo geïnteresseerd bent in het werk van onze vereniging. Ik zei: ja, we volgen jullie al jaren op internet. En, we komen zelfs helemaal uit Delfzijl. Maar we wilden het wel eens met eigen ogen zien. En het overtreft onze stoutste verwachting, hoor. Jullie zijn toch echt een stuk verder dan wij in het noorden. Chapeau. Hij zei: mag ik wat vragen? Hebben de heren zelf ook een hond? Ik zei: ja, maar onze hond is blind. Die geleiden wij een beetje. Dat is, ja, dat is best een triest verhaal, want onze hond is blind. Maar dat zie je niet aan hem, dat hij blind is. Dus hij is blind, hij ziet zelf helemaal niks. Maar dat zie je niet aan hem. Dus je ziet gewoon een hond lopen, dan knalt hij opeens op een boom. En dan roepen mensen: hé, domme hond. Nee, hij is niet dom, hij is blind. He? Ja, en ook wel zielig voor die hond, want die hond is niet doof. Want dat zei ik al, hij is blind. En die hoort dat dus ook. Die hoort dat dus ook, dat mensen roepen: domme hond. Maar hij kan niet zeggen: ik ben niet dom, ik ben blind. Want dan moet hij met zijn pootjes op zijn ogen wijzen. En dan gaat hij op zijn bek en dan zeggen mensen: toch, dat is een domme hond. Zei die man: ik vind dit een heel raar gesprek. Ik zei: ja, jij wou praten. Hij zei: kan ik de heren enthousiast maken voor een van de foldertjes uit mijn kraampje? Ik zei: ja, waar ik persoonlijk heel erg in geïnteresseerd ben, dat is de hondenuitlaatservice. En dan zei Joris: wat is eigenlijk de hondenuitlaatservice? Ik zei: dan kan je hond laten helpen aan zijn aanbijen. Toen zei die man: dit vindt u zelf grappig? Ik zei: jawel. Hij zei: dan ga ik weer terug naar mijn kraampje. Ik zei: dat... En toen stonden we daar zo. En toen opeens dacht ik: dit is waarschijnlijk de laatste keer dat Joris buiten is. En ik denk: de laatste keer dat je buiten bent op de wereld, verdien je wel een mooi toetje. Een mooi afscheid. Een mooi slot. En gelukkig, de man bij de tunnel, mijn leeftijd, mijn postuur, ging het voordoen aan de hond. En verdween op handen en voeten in de tunnel. En kwam halverwege vast te zitten. En toen ging die tunnel helemaal alleen over dat gas. En toen zei Joris: nou, als hij geen subsidie krijgt, dan weet ik het niet meer. En toen stonden we daar. En opeens zei Joris: joepie. Ik zei: ja. Hij zei: als ik er nou volgende week niet meer ben, hè. Ik zei: ja. Hij zei: wat moet jij dan eigenlijk nog met je leven? Ja, ik denk dat ik dan op curling ga. Ik weet niet of je dat kent, curling, maar ik zie dat wel eens op tv en daar word ik altijd zo bloedgeil van. Oh. Kent u het? Dan gooit iemand zijn fluitketel en dan mag die ander met zijn beetje. En, oh, wat zou ik daar graag bij horen. Oh. Wat zou ik daar graag mijn weekend mee vullen. Wow. Dat dan op zondagochtend iemand bij mij thuis komt en tegen mijn vrouw zegt: is Joep er niet? Nee, die is naar curling. Oh. Bloednerveus, nieuwe bezem. Oh. Maar goed.